nee. Oh nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Yo, lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar één nieuwe... Ik heb nog een beetje de hoesjes. Ik hoest een beetje. Wat gaaf dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin en... Yo, hey, wow, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. je mannetje die het doet van de straten op de straten. I don't know what is happening to me. Het tijdperk van het roosten en van het dissen en van de distracts is aangebroken, mensen. Ja, het is al ongeveer een paar weken aan de gang, maar het is nog steeds gaande, blijkbaar. I don't know. Kijk, toen ik een aantal maanden geleden, ja, je hoort het goed, maanden geleden met YouTubers roosten begon, dacht ik, oké, weet je... Dit is leuk, dit is zo van, dit is nieuw, dit is fresh. En het was fresh. Mensen, het was dapper, het was fantastisch, het was intens. En vervolgens 3 maanden later heeft iedereen een poging gedaan om andere mensen te roosten op YouTube. En dat is gek of leuk. In ieder geval, er zijn de afgelopen dagen een aantal video's online gekomen waarvan ik dacht, oké, ik kan dit niet zomaar aan me voorbij laten gaan. Ik moet hier op een of andere manier iets van vinden. Ik moet hierop reageren, want anders word ik heel boos. Zoals jullie misschien weten heb ik afgelopen zaterdag een diss track online gegooid. Niet richting iemand, ja, wel richting iemand, namelijk mezelf. Nou, het was een roast niet door mij, maar door een 10-jarig jongetje. Ah, kijk maar even. Betaal jij niet veel meer huur? Vast een huis kopen tussen. Damn boy! Ik was er best wel blij mee en trots op. SO naar Mixpack, SO naar Gino. Maar nu zijn er over de afgelopen dagen een aantal dingen gebeurd. Namelijk Peter, beter bekend als Petrus. Ze ken hem nou nog niet. Abonneren op ons YouTube kanaal. YouTube.com is Petrus. Oh, that's nice. Hij heeft een reactievideo gemaakt op mijn diss track. Ja, dat is top. Zeker origineel. Ik heb die reactievideo nog niet gezien, dus die wil ik vandaag eventjes bekijken. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst even kijken naar iets veel ergers. Namelijk de roast of Kelvin. Ik ben over de afgelopen maanden aan de lopende band mensen aan het roosten. En dat doe ik op een zo leuk mogelijke manier. En ik vroeg me altijd al af van oké, wanneer komt nou eens een keer een YouTuber die mij gaat roosten? Wie durft het aan? En er is nu een YouTube kanaal die dat aan hebben gedurfd. Ponkers. Een soort van, je hebt Stuk TV. En dan heb je een soort van de gehandicapte broertjes van Stuk TV. Dat is zeg maar Ponkers. Ik weet niet of je ze kent, maar... Oké, ik ga hem kijken. Ik ben niet nerveus voor deze shit. Ik ben hier niet nerveus voor. Omdat ik eigenlijk mezelf zaterdag al geroost heb, kan het eigenlijk niet heel veel erger worden. Ik ben gewoon eerlijk, het zal mee gaan vallen. Ik denk dat het meevalt. Are you ready? Oké, we gaan beginnen. Kelvin motherfucking Boerma. Jij denkt dat jij het alleen recht hebt om mensen te roosten en dat daar nooit iemand op zal reageren? Ik dacht het niet, pik. Ken je Kelvin, ken hem kennen als het spiegelbeeld van kennen. Glad en te perfect, alleen hij zelf die dat ontkent. Wat en te perfect heb je in mijn hoofd wel eens gezien. Volgens mij is dit niet de definitie van een glad kapsel. Maar oké! Hitkant en de girls retoucheren ze wel vaker, maar niet om een perfecte bek lelijker te maken. Photoshop skills waren nodig voor Athena, maar daar kijk je doorheen met een scherm van Retina. Je weet wel, je meisje maar ging vreemd met een Zina. Nu wilt ze samen wonen hier in Damsko, jeetje Mina. Maar weet wel dat je vanaf vandaag iets deelt, haar vagina. Nina, vagina. Rijmwoordenboek.nl. Nee, oké, leuk jongens, tot zover. Leuk filmpje, I'm loving it. Hij is classic Ponkers, zeg maar wannabe stoer, maar het lukt ze niet. Fuck uit met deze gekke kleuren trouwens. Waarom is alles zwart-wit en dan alleen... Waarom zou je zoiets doen? Want weet je nog die keer dat we bij haar op bezoek waren? In het verre Groningen en onder haar hoofd slapen zaten. Zeiden je dat jij je geen zorgen hoefde te maken. Maar toen we de camera uitzetten ging het bedje kraken. Nina Waring. Nina. Ik dacht dat ik je kon vertrouwen, maar... Waarom zit je in deze video? Waarom zit je in de diss track van me over... Wauw. The battle is on. Oké, alright. Lieve ponkertjes, als jullie kijken, hoogstwaarschijnlijk wel, want ja, dit is de enige manier waarop jullie nog een beetje views kunnen krijgen, is doordat andere mensen op jullie video's reageren, maar dat is prima. Eerlijk, dat je Nina erin hebt gekregen, dat vind ik netjes. Ik kan niks anders zeggen. Goed gedaan. Oké, we gaan door, let's go! Wat een leuke jongen toch, oh, wat is die knap. Noah op die autotune. Jasper en Martijn, echt zo'n rappen, hun flow is best wel wack, maar alsnog kan er mee door. En je hoort Noah. Noah, ik hou van je, maar het is bijna een soort van diss naar jezelf dat je dit nu doet. Besef dat even. De edit skills, het kopie creatief, het is compleet. Als in de beauty in the brains, alleen dan alleen bij Kel. Jij dacht dat dit alles was? Ah! Peter! Motherfucking bitch! Motherfucking bitch boy! Er zijn twee mensen op aarde die ik blindelings vertrouw. Dat zijn Nina en dat zijn Peter. En allebei naaien ze me gewoon. Fuck de hele wereld. Oké, ik denk eerlijk dat het niet erger kan worden dan dit. Maar goed, ik zal nog maar even... alleen als ik nu Peter en Nina zie zoenen in deze dissect, dan word ik lijp. Noah met Peter mag wel. Oké, we gaan door. Die kutreclamevideo's durf je ook niet meer te maken. Bang voor adverteerders die campagnes. Genoeg kritiek gekregen, maar ik vond het nog wel vreemd. Maar ik zie hoe je het al jaren en het boeit je echt geen reet. Hey! Ik vind het zo nice. Ik vind dat zij de award voor beste YouTube-kanaal volgend jaar moeten winnen. Ja, dat laatste shot van Nina deed toch wel een beetje pijn. Dat is toch wel een beetje akelig om te zien. Ja, was wel flink. Hij kwam wel aan, zeg maar. Letterlijk alles wat ze gezegd hebben in de tekst maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn allemaal waarheden of uit verband getrokken waarheden of wat dan ook. Alleen dat Nina en Peter erin zitten, oké, I gotta give it to you. Dat heb je slim gespeeld. Oké, mensen, genoeg gezeik. Er zijn nog meer roasts van mij. Namelijk afgelopen zaterdag heb ik er zelf één geüpload. En zoals ik aan het begin van deze video al zei, heeft Peter daarop gereageerd. Ik heb die video nog niet gezien. En ik heb van heel veel mensen om me heen gehoord dat ze zeggen, yo, je moet dat zien. Want het is echt heftig. Dus ik heb het de hele tijd uitgesteld tot nu. Nu ga ik het bekijken. I'm ready for it. Oké, ik ben er klaar voor. Let's go. Hoi. Titel van je chicks in het begin is geen prima P. Prima idee. Netjes. Leuk bedacht. Hier, Peters reactie. Oké, Peter de Harde. Degene die volgens mij niet eens weet wat het woord diss track betekent, heeft ervoor gekozen om te reageren op mijn diss track, terwijl het niet eens over hem gaat. Het is een diss track op mij. Oké, er zit één klein stukje over Peter in, maar voor de rest is het gewoon een diss track over mij. Het heeft geen zin wat hij doet. Peter, het slaat nergens op. Oké, we gaan gewoon kijken. Ik pak zijn videootje erbij. Zijn diss track. Let's get it. Peter kijkt echt als een oude man naar deze shit. Hij kijkt echt... Peter, je bent echt 80. Je hebt er niet door, maar je bent al 80. Lekker clip. Ik ben nog steeds trots op deze video, echt. Gaat het de hele tijd dit zijn? Peter die zit en saai kijkt. Peter die sowieso wel. Wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Ja, ik vind het top. Ik weet dat het jongetje het zingt, maar ik weet sowieso, Kelvin schrijft die shit sowieso. Dus in zijn eigen diss track is die melk aan het dissen. Ja, f*** die shit, jongen. F*** die shit. Suck man! Peter en ik hebben samen een bedrijf, dat zit in een studio, daar filmen we dingen en zo. Het is best wel een groot studio, het staat allemaal hele mooie decorstukken en shit. Daar is hij nu. Kleurrijke muur die je ziet, dat is een decor van onze studio. Random poel op in de studio. Shit! Er valt nog iets te van Kelvin. Heel leuk dit, maar ze maken letterlijk gewoon dingen kapot die we toch al niet meer nodig hadden. Peter is helemaal naar de studio gegaan, omdat ik één line over hem rap. Ik snap er ook niks van, joh, deze gast. Dit is zo debiel. Oké, dit gaat wel wat verder dan ik had gedacht. Voor de mensen, dit zijn alle decorstukken zijn dit. Dit is zeg maar perfect uitgemeten, naast elkaar gezet. Dit kun je eigenlijk, als dit omvalt, kun je nooit meer gebruiken. Wow. Dit is zo debiel. Waarom zou je de hele studio kapot maken? Omdat één woord zat erin. Petertje. Oké, soms heb je gewoon een dierlijk instinct in je en dan wil je gewoon... Wat doe je? Waarom ga je alles kapot maken? Waarom gaat alles kapot? Oké, die eerste paar dingen een beetje kapot maken hadden we toch niet nodig. Maar je hebt letterlijk nu al die kasten stonden allemaal props in. Dat hebben we over de alle jaren verzameld samen. Allemaal shit, allemaal breekbaar spul en zo. Why? Waarom doe je dit ook jezelf aan? Het is ook jouw studio. Dit slaat nergens op. Dat was er wel weer grappig. Maar voor de rest, wat ben je aan het doen? mokkies! Onze mokkies! Waarom zou je zoiets doen? Ik dacht dat we voor hebben waren. Peter heeft me dit letterlijk eergisteren gegeven. Zo van, hé, ik heb een mok laten vallen. Hier, dit leek me grappig. Kun je misschien een keer in een video gebruiken? Ik heb een sterk vermoeden waar dit scherfje vandaan komt, Pik. Ik snap niet waarom je dit zou doen. Dit is zo dom, Peter, jongen. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat dit echt is. Je kan dit niet faken. Ik hoop dat hij alles weer heeft opgeruimd. Maar dan alsnog is de helft kapot. Peter! Motherfucker! Oké, ik merk het aan me. Ik word agressief. I'm getting fucking aggressive, man. Petrus, ik zeg je eerlijk. Ik daag je bij deze officieel uit voor een vechtpartij. Stuur deze video en stuur deze uitnodiging allemaal massaal naar Peter toe. Want hem kennende durft hij deze video niet te kijken. Maar hij moet het zien. Peter, ik daag je uit. Officieel. We gonna punch you in the fucking face, man. Ik hoor later wel wat Peter ervan vindt. Peter, mocht je nou accepteren, laat het even weten. Wees een man. Oké, wees een man. Mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben helemaal afgeslacht. Ik ben ook een beetje depressief nu. Dus ik ga er nu vandoor. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie.